Iedereen kent de Noordzee. Wie heeft er niet op een zomerse dag met blote voeten in de branding gelopen? Sommigen zijn misschien wel kopje ondergedoken in de golven. Maar dat is de kust. De grens tussen land en zee, die in totaal wel 500 kilometer lang is in Nederland. Wie verder duikt, weg van de kust, dieper de zee in, zal ontdekken dat de Noordzee vele geheimen kent. Het grootste natuurgebied van Nederland bevindt zich onder de oppervlakte van het water. Het is april en het water warmt op. De pijlinktvissen verzamelen zich in ondiep water voor een bijzonder ritueel. Samen maken ze een prachtig goudkleurig kunstwerk. In elkaar gedraaide ijssnoeren met in iedere streng meer dan 100 eitjes. Het vrouwtje gooit haar charmes in de strijd bij het grote, sterke mannetje. Met een speciale arm brengt hij zijn zaadpakketjes in de mantelholte van het vrouwtje. Waarna zij de bevruchte ijsstrengen afzet. Dit ritueel herhaalt zich wekenlang en ieder vrouwtje zet tientallen ijssnoeren af. Met hun uitstekende ogen houden de pijlinktvissen de omgeving goed in de gaten. Want een hongerige zeehond zou zomaar toe kunnen slaan.